om significante data met betrekking tot klimaatverandering bij elkaar te brengen en deze met de samenleving te delen, is op vrijdag 10 juni 2022 de database Dondru gelanceerd. Dit informatiesysteem is eigendom van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en is met financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, ontwikkeld. Dondru biedt volgens minister Silvano Chonaheng niet alleen openheid van het ministerie, maar dat de samenleving zich de data eigen maakt en gaat nadenken over de effecten van klimaatverandering. Vandaag doen wij de launch van een onze belangrijke datasystemen en we dachten dat het goed was vanwege het feit dat dit datasysteem bestemd is voor het gewone volk, dachten wij dat het een goed moment was om u bij elkaar te roepen, om u te informeren over wat dit datasysteem inhoudt en waarom we hebben besloten om een dergelijk systeem op te zetten. Zoals u weet, we zeggen het vaak, Suriname is een van de kwetsbare landen. Sommige mensen zeggen dat we zelf in de top 10 staan van landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Het is dus eigenlijk heel erg jammer dat wij ons in die positie bevinden. Maar des te meer, omdat wij de klappen zullen vangen, is het belangrijk voor ons om heel veel aandacht te besteden aan de gevolgen van klimaatverandering. Of het nou is dat we samen met de andere landen werken aan de vermindering van onze uitstoot en behoud van onze diversiteit, dan wel dat wij ervoor zorgen dat dit land genoegzaam toegerust is om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. Dat betekent dat we systemen moeten gaan opzetten om mens, dier en omgeving zoveel mogelijk te beschermen. Om dat te kunnen doen, om beleid te kunnen maken, heb je data nodig. En bij mijn aantreden op het ministerie hebben wij goed gekeken naar de rapporten die er bestonden. Er is enorm veel geschreven over klimaatverandering, veel geschreven over milieu, over het algemeen. Maar we hebben één ding valt op en dat is dat heel veel van de conclusies die zijn getrokken niet echt gebaseerd waren op harde data. En een van onze missies is om dat te veranderen. We kunnen geen beleid maken zonder harde data. Een ander gegeven is het feit dat we nu geconfronteerd zijn met wateroverlast in het binnenland. Eentje die we eerder nog nooit hebben gezien, althans mensen van deze generatie. De discussie is nog gaande. Is het klimaatverandering of is het een klimaatverschijnsel dat niet beschouwd kan worden als klimaatverandering in de zin van het Parijsakkoord? We moeten dat nog even natrekken hoe dat precies zit. Klimaatverandering in de zin van het Parijsakkoord die zegt dat je een bepaald klimaatverschijnsel duurzaam moet hebben waargenomen om het te kunnen toeschrijven aan klimaatverandering. Hier maken we dit verschijnsel voor het eerst mee. En we moeten dan dus vanuit ons ministerie goed gaan vaststellen wat hier precies aan de hand is vanuit onze verantwoordelijkheid. Nou, klimaatverandering, ik zei het al, we zijn zeer kwetsbaar en sommige mensen die beschouwen die uitspraak vaak als kritologie. Maar we moeten goed gaan nadenken over onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. We zijn nu heel erg afhankelijk van fossiele brandstoffen. Want vrijwel alle onze auto's die draaien op fossiele brandstoffen. Het is wel zo dat een vrij klein deel van onze elektriciteit wordt opgewekt met fossiele brandstoffen, maar we weten ook dat iedereen staat natuurlijk te wachten dat over enkele jaren het belang van fossiele brandstoffen voor Suriname een enorme boost zal nemen. Dus vanuit dat oogpunt is er kwetsbaarheid. Vanuit het oogpunt van onze bossen die nu worden bedreigd door wateroverlast. Bossen kunnen niet zo goed tegen zoveel water.
En die 93% bedekking die we, waar we trots op zijn, die is met het gevaar van wateroverlast, is dat ook in gevaar. We hebben kwetsbare ecosystemen. Ik weet dat een ieder zich op dit moment zorgen maakt over de mensen in het binnenland, in de gebieden waar er wateroverlast is. En dat is terecht. Maar ook terecht is dat we ons zorgen maken over de dieren en alle andere wezens die in het bos voorkomen, omdat die ook behoren tot ons nationaal bezit. Nu, we zijn vandaag hier om het systeem Bondru te launchen. Donderu, sorry, neemt u me niet kwalijk. Hoewel het woordje Bondru niet zo ver verwijderd is van Donderu. Wij hebben een systeem, een informatiesysteem, launchen we vandaag. Waar we een platform creëren om data, alle significante data die belangrijk zijn voor klimaatverandering, bij elkaar hebben. En we hebben gemeend om dit zo snel mogelijk te doen. We hebben het beloofd, als u dit rapport State of the Climate heeft gelezen, hebben we bij de inleiding al gezegd dat dit de eerste stap is om te komen tot een data, een kader voor beleidsanalyse. Daarnet heeft dus de launch plaatsgevonden van het systeem Donderu. Het is namelijk een database systeem dat bedoeld is om het publiek te voorzien van informatie in zaken, nou niet zozeer klimaatsverandering, maar factoren die eigenlijk bijdragen aan klimaatsverandering. Alhoewel Suriname niet echt veel bijdraagt aan klimaatsverandering, maar wat adaptatie betreft en mitigatie, daar zien wij, is onze rol. Dit systeem is namelijk opgezet om als referentiekader te fungeren voor zowel het publiek, maar ook voor de regering, beleidsmakers, wetenschappers en de jongeren. Omdat wij vaak in het verleden werden beschuldigd van wanneer komt de overheid met een eigen systeem om deze informatie eigenlijk te verzamelen en eigenlijk dus te publiceren. En vandaag is dus de dag dat dankzij funding van IDB dat dit systeem is opgezet. Het systeem wordt gedragen door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ondersteund door het NIMAS, Milieuautoriteit. Het is een officiële bron van informatie, dus al de officiële publicaties en informatie worden dan hierop geplaatst en dus toegankelijk gemaakt voor het publiek. Ja. Dit systeem heeft een web contact form. We staan altijd open, want we weten dat er ook derden zijn die milieuinformatie verzamelen ten behoeve van hun werkzaamheden of gewoon puur uit interesse. Het publiek is ook vrij die informatie met ons te delen als ze dat wensen. Dat doen we dus via contact form. Het andere is als dus er zijn indicatoren die zeg maar live zijn. Die moeten we nog een contact maken met dat systeem. Maar die mogelijkheid bestaat wel, dat je dus live data binnenkrijgt. Maar voor nu wordt het dan manueel gedaan, dus de data entry wordt dan gedaan door onze experts. Die accessibility moet dus makkelijker zijn. Het is niet dat we een instituut A of een instituut B... Ik moet het even zoeken, nee. Daarom had ik in bij de presentatie daarnet heb ik aangegeven dat één belangrijke... instituut wordt opgezet, we zijn althans bezig het op te zetten, dat is dus namelijk SMIN, Suriname Milieu Informatie Netwerk. Dit netwerk is eigenlijk een platform een consortium van instituten die in principe milieuinformatie verschaffen en ontwikkelen. En de Milieuautoriteit, NIMOS, die heeft het voortouw genomen samen met het Statistiekbureau om dit platform op te zetten. Dit platform behelst dus het fysieke, waarbij wij dus accommodatie creëren voor die informatie. Dus
die database onder andere. Het andere dat vrij, hoe moet ik het zeggen, vrij challenging is, is dus die samenwerkingen aangaan. Want je moet werkafspraken maken. Maar het loopt wel. We hebben met een aantal instituten al zulke werkafspraken gemaakt. Ja. De data encryption van deze website wordt beheerd door een SSL certificate. Ik weet dat het technisch is. Maar een SSL certificate is namelijk zodanig dat zeg maar indringing van buiten niet geminimaliseerd wordt. En mocht het zo zijn dat derden proberen in te gaan in het systeem, krijgen we die melding wel.